Toen ik in 1999 aanbiddingsleider werd, ging dat eigenlijk niet zonder slag of stoot. Met hart en ziel. En daar wil ik toch iets over vertellen. Want de diensten, Erik en ik woonden toen ongeveer een jaar lang de diensten bij. De diensten vond ik soms lastig. In de vorige video heb ik verteld hoe die diensten gingen. En dat we hier waren en dat we dat met hart en ziel ook deden, gemeente zijn met elkaar. En dat we Gods nabijheid wilden zoeken. Dat willen we nog steeds, dat doen we nog steeds. En toch vond ik dat soms ook best wel heel ingewikkeld. In hoe het ging in de diensten. Soms praatte een aanbiddingsleider de liederen een soort van aan elkaar. En dan vond ik het zo moeilijk om me echt op God te richten voor een ontmoeting met hem. Soms gingen liederen wel eens in mijn gevoel van de hak op de tak. En was ik dan hier, zong ik ergens over en dan zong ik over iets heel anders. Soms leek het wel alsof we als gemeente zo meer aan het liedjes zingen waren, dan dat we echt de ontmoeting met God opzochten en daar fijn gevoelig voor waren. Zo kwam het op mij over. Ik had er soms wel eens moeite mee. En dan kom je op zo'n punt dat je denkt, wat ga ik daarmee doen? De reden dat ik daarover nadacht, was omdat ik de nabijheid van God had leren kennen. En de nabijheid van God is zo kostbaar. Het is iets heel bijzonders. En vroeger als meisje zat ik op de schommel bij ons huis. En dan ging ik zachtjes liederen zingen voor God. Soms waren dat liedjes die ik in de kerk had gehoord. Soms ontstond er eigenlijk gewoon helemaal een nieuw lied. En kwamen de woorden gewoon in me boven. En mijn hart stond echt open voor God. En het is moeilijk uit te leggen. Het is moeilijk onder woorden te brengen. Maar dan kwam daar soms zo ineens heel merkbaar de nabijheid van God. Dat hij heel dichtbij was. Bij mij was. Dat ik daar niet alleen was. En dat was een hele prettige plek om te zijn. Het werd voor mij als een soort thuis of zo. Dat je wist, als ik God zoek, en de ene keer was dat sterker dan de andere keer, maar als mijn hart Gods nabijheid zoekt, dan is hij daar ook echt. En dat mogen we ook samen beleven op zondag. Dus ik dacht, ja, dat is wat ik graag wil brengen ook in deze gemeente. Ik wil me inzetten. Beetje onder op motto, nou hè, als er dan dingen zijn die je niet prettig vindt of denkt dat kan veel beter, nou doe er dan wat aan. Dus ik besloot mezelf op te geven als aanbiddingsleider. En mijn gewoonte is om de dingen eerst even aan God voor te leggen. Dus ik zei tegen de Heere God, nou dit en dat speelt, ik wil graag meer uw nabijheid ook zoeken samen met de gemeente, ook op zondag als we samen zijn. Echt die ontmoeting. Ik geef me op als aanbiddingsleider. En ik zei, wat denkt u ervan? En de Heere God liet me merken, nee. Nee, lieverd, doe dat nog maar niet. Ik denk, nee, waarom niet? Nou, je hart. Kijk eens naar je hart. En ik pakte een psalm erbij die voor mij veel betekent. En dat is psalm 86 vers 11. En daar staat, leer mij, Heer, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. En God aanbidden betekent soms gewoon gehoorzaam zijn. En ik moest eigenlijk leren om God te aanbidden door te leren houden van de gemeente zoals ze nu is. Ik mocht leren om God te ontmoeten in de diensten zoals ze toen waren. Ik mocht leren om de mensen die op dat moment dienden lief te hebben en ook blij met ze te zijn en te waarderen voor wat er wel is. En dat was op dat moment heel belangrijk. Dus ging ik dat maar doen. God aanbidden is gehoorzaam zijn. Ik gaf me nog niet op als aanbiddingsleider. Ik besloot in de diensten mijn frustratie bij God te brengen, niet toe te laten. Te aanbidden voor wat er wel was, hoe ik dat wel kon doen met de vorm en de liederen en de momenten die er waren. Ik besloot me daaraan over te geven en van God te houden en van zijn gemeente te houden zoals ze nu is. En ik geloof dat God me daarbij heeft geholpen, omdat hij zag dat ik gehoorzaam wilde zijn. En na een maand of 9 merkte ik dat mijn hart was veranderd. Ik kon van de gemeente houden zoals ze was. Ik kon God in de dienst ontmoeten en aanbidden hoe de
dienst ook vormgegeven werd. En ik was er klaar voor. En toen ben ik naar iemand toegelopen en ik zei, ik wil wel graag een biddingsleider worden. Nou, dat is goed. We hebben wel een plekje. We zijn blij met nieuwe mensen. Kom maar op de volgende vergadering. En dat deed ik. En op die vergadering zeiden ze tegen mij, ja, je gaat een half jaar gewoon meelopen en mensen helpen je dan, hè, de aanbiddingsleiders die er waren, om het ook te leren en daarin te groeien. Nou, dat had ik 9 maanden daarvoor niet zien zitten. Maar nu was mijn hart verenigd. Mijn hart was één geheel geworden. Ik was weer puur in mijn drijfveren. Ik kon liefhebben en ik kon ook loslaten. Dus ik zei, ja, dat is goed. Laten we dat gaan doen. En 2 weken later werd ik gebeld. Ja, het zit eigenlijk zo. De aanbiddingsleider die zou leiden, die kan die zondag niet. En de anderen kunnen eigenlijk ook allemaal niet. Kun jij misschien? Je bent er natuurlijk nog maar net bij en misschien zie je het niet zitten. En ik zei je wel hoor, ik zie het wel zitten. En toen, op 10 oktober 1999, mocht ik voor het eerst een aanbiddingsdienst leiden. En eigenlijk sindsdien, ja, is dat hele traject verder overgeslagen en ben ik gewoon mee gaan draaien. En daar heb ik heel veel van geleerd en ik mocht ook veel inbrengen. En het was ontzettend kostbaar om te doen. Ik kreeg een hele map mee met allemaal liederen erin. En ook een lijstje liederen die ik geacht werd vooral niet uit te zoeken. Het was een mooie tijd om met elkaar te groeien. En van alle liederen die op mijn eerste setlist stonden, zingen we er misschien vandaag de dag nog maar 1. En dat is ook wel prima. Want we willen doorgroeien. We willen meebewegen. We willen gehoorzaam zijn. Ons hart zuiver houden. En dan bij alles wat op ons pad komt, dat weer meenemen om God te aanbidden en Hem lief te hebben en onze gemeente lief te hebben zoals ze nu is.